Hallo allemaal, vandaag laat ik jullie zien hoe je een paard moet temmen en hoe je die bij je bunker, bijvoorbeeld deze bunker, moet houden. Dat is eigenlijk heel simpel, het enige wat je nodig hebt van de natuur is gewoon een vlakte, het hoeft niet vet groot te zijn. En als je een beetje luxe huis wil voor je paarden, dan ga je een keer een huisje maken en zo. Dus dat gaat jullie ook zien. En wat een paard nodig heeft is water. Dus ik heb water. En je hebt hooi nodig. Hooi, want dan kan hij van eten. Oh wel, dat heb ik nog niet zien doen, maar het is wel heel logisch, vind ik. Of die kan er niet spelen. En je hebt natuurlijk ook een klein tuintje nodig of zo. Dus daarvoor gebruik je gewoon een zonnebloem. Zonnebloem heb ik dan. Een klaproos, een tulp en een madeliefje. Water heb ik dus, wat je echt nodig hebt, is een hek, want dan gaan die paarden niet overheen. En een poort om de paarden weer uit te halen. En je hebt sowieso twee poorten nodig, want de paard gaat niet door één poort, die moet per se door twee poorten. En vandaag ga ik ook nog iets anders doen. Ik heb ooit een keer iets gezien met een harnas en kleurstof. En dan is het zo van dat ik kan die leer rood maken door een rode kleurstof op leerharnas te doen. Dus dat ga ik proberen. Misschien heb ik daar wel een of ander werkbankje voor nodig. Maar ik ga gewoon eerst proberen zonder. Maar ja, wat ik dus nodig heb is eerst een hand of zo. Om een mooi stukje te maken. Zo, mooi vlak stukje. Zo. Zo. En dan ga je bijvoorbeeld met een grasblok, ga je de grond wat mooier maken als je dat wil. En dan ga je gewoon zo alle deuren van de grasblokken neerzetten. Paarden eten voornamelijk ook gras, dus je moet sowieso gras hebben. Kijk, dit is mooi. Zo, gewoon één vlakte. En dan pak je het hek. En dan ga ik kijken, oké, ik wil hier beginnen. En ik wil zo breed. Dit is de lengte, dus ik wil zo groot. Maar ja, je huis komt. Dat huisje komt er ook nog aan vast. Dus dan haal ik gewoon een beetje weg. Zo. En dan ga ik hier bezig. En dan even voor het gemak. Zo. Oké, zo. En dan haal je dit weer weg. Zo. En dan heb je hier iets moois. En dan ga je hier. Dan kun je twee poorten neerzetten. En hier. En als je dit ook nog weg wil halen. Zo. Kan dat ook nog. Dus ik haal het hier even weg. Zo. En dan pak ik mijn grasblok weer en dan ga ik het hier een beetje mooi maken. Zo. Als je Minecraft al wat vaker of en langer hebt gespeeld, dan gaat het bouwen en zo ook makkelijker en sneller. Nou, zo en dan. Zo. Oké. Dan heb je zo en dan pak je gewoon. Als je wil kun je altijd dieper maken. Alhoewel, dat zou ik in het begin niet echt doen. Want dan kunnen de paarden bijvoorbeeld meer uitkomen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Dus zo, en je kan dat in nog wat groter maken. En je kan er ook nog iets om paarden te laten zwemmen of zo. 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 En je kan natuurlijk nog een
gewoon een 3 plaatje doen. Zo. En dan doe je er water in. Zo. En dan pak je natuurlijk en dan ga je wat neerzetten. Ik doe het nu gewoon willekeurig. Maar er moet ook nog een beetje gras over zijn. Oké, dat was dus de tuin. Nou ja, bijna. Dus dit kan weg. En wat je moet gebruiken. Nou ja, wat je gebruikt voor het huisje. Is eigenlijk gewoon een blok. Maakt niet uit. Maar ik vind beton toch wat mooist. En wol voor het dak bijvoorbeeld. En een tapijt voor de grond. En een ruit voor de ramen en zo. En deze heb ik nog even nodig. En dan ga je eigenlijk zo het huisje maken. Zo. Dit is de omtrek als het ware. En dat moet sowieso 4 hoog worden. En je hoeft er verder geen deur in te zetten, want dan kunnen paarden niet naar binnen komen en zo. En wat ik heb nog nooit gehad, dat skeletten of zombies of weet ik veel welke beesten de paar gingen aanvallen. Misschien zullen wolven het doen, maar die zouden hier niet inkomen. En anders moet je het hek wat verhogen. En ja. Dat. En spinnen die vreten niet op. En je kan natuurlijk ook wolven temmen. Dat zijn dan je honden. En die worden niet echt agressief of zo. Nou ja, dus dan pak ik nu een wolf. Dan kan ik zo wat doen. Zo. En ik kan er natuurlijk ook een bijt op leggen als ik wil. Zo. En die wordt ook weer omhoog, omhoog. En dan ga je zo. Want ja, dat komt toch op een gegeven moment wat hoger dan alleen dit. Dus zo. En dan zo gewoon een los deurtje maken. Zo. Ja, dan kun je natuurlijk nog de tapijt neerleggen. Nou ja, maak tapijt. Tapijt. Zo. Gewoon zo. Hier kunnen ze in overnachten. Kijk, dit lijkt ook gewoon echt op het tapijt. Zonder dat je het eigenlijk echt in de gaten hebt. En dan gaan we nu het dak maken. Dus eigenlijk is zo'n hok maken best simpel. Zo, en dat doe je ook aan de andere kant. Zo. En dan moet je natuurlijk nog een keer even omhoog. Dus zet je eerst een blok er aan vast en erop. En dan anders er stuk maken en dan uitbreiden. En je moet dat in de lengte. Oftewel de breedte. En dan zo. Ja, kan ook. En nog een keertje. Zo. Dan kan die weg. En die kan weg. En dan ga ik gewoon lekker naar de andere kant.
En dan pak je weer een blok die je ook voor de muur hebt gebruikt. En dan vul je het hier in. Je kan natuurlijk ook gewoon een plat dak doen. Zo. En dan pak je hieruit. Zo. En hier kun je natuurlijk nog wat doen. Het is niet mooi als het helemaal tegen een wol aankomt. Dus je doet het gewoon zo. En hier hoef je het niet te doen. Want het is ook niet zo mooi als het tegen de muur aan zit. En hier. Doe je gewoon zo. Maar let op, ik hak niet alles weg. Zo. Hup, want hier kan allemaal je fakkel staan. Zo. Zo. En dan heb je nu dus fakkel nodig. Je kan verschillende fakkels doen. Je hebt de redstone, en de zielenvak en de fakkel. De fakkel werkt het best en de zielenvakkel het minst. Maar je kan natuurlijk alle twee doen. En als je het toch gewoon heel blauw hebt, dan zo. Kijk, zo lijkt het ook iets meer alsof het donker is. Al van dat soort dingen. Dus er zijn ook wel goede dingen aan de zielen. Ding. En aan de buitenkant. Gewoon zo. Fakkel. Zo. En dan heb je paardenverblijf klaar. Wat we dan nodig hebben. Is een hooibal, want gaan we no want ja, de paarden moeten wel eten, kleurstof, paardenharnas, een zadel en een paardenspannen. Maar dus paarden kun je ook gewoon vinden in het bos. En we hebben fakkel nodig, want het is donker, dus anders zien we niks. En je hebt sowieso een leeg vakje nodig, zodat je hand tevoorschijn blijft. Zo. Zo. En wat je ook nodig hebt, dat is heel belangrijk, is een leitouw. Want anders gaan de paarden niet met je mee. En deze hoeft niet per se, maar die kun je altijd om je huis neerzetten. En dan als het bliksemt, dan kan het niet daarop komen. En dat ziet er ook cool uit. Zo. Die heb je dus niet nodig. En deze ook niet meer. Wat we nu wel nodig hebben is even een plekje waar ik die paarden kan temmen. Kijk, dit is een goed plekje. Hier zo. Die moet even weg. Daar heb ik mooi uitzicht op het huisje hier en op die toren. En dan ga ik nu gewoon een paar spannen. En nog één, want ik wil namelijk twee paarden. Dus dan heb je ook twee zadels nodig. Dus ik pak gewoon nog een zadel. Nog een zadel. En nog een paardenharnas. En als het nodig is, nog een stofkleurtje. Gewoon deze. En ik kan die even weg. Zo. En dan moeten die paarden hier blijven. Hier zo. En daarvoor kun je natuurlijk een hek gebruiken. Dus je kan ook gewoon weer teruglopen hierheen. Want dit is op zich ook wel een plekje. Maar ja. Zo. Hey, dat is één. Waar is nummer twee? Hier komen. Daarvoor heb je dus een leidtijd nodig. Want anders gaan ze weg. En dan heb je deze gewoon een loshand nodig. En dan klik je gewoon op paard ermee. Ja, met de linkermuisknop doe ik het tenminste. En dan moet je. En dan. Totdat de hartjes in het scherm komen, dan is hij getemd. Want als er geen hartjes in het scherm komen, dan is hij nog niet getemd. En.
En daar schopt je eraf en dan moet je gewoon weer drukken. En weer, totdat hij getemd is. Zo. Je ziet ook hoeveel leven hij heeft. En paarden zijn ook sneller dan gewoon mensen die lopen en zo. Ja, dat is sowieso duidelijk in het echt, maar ook in Minecraft is het zo. En een paard is gewoon leuk om te hebben, vind ik. Dus je moet gewoon blijven proberen totdat hij getemd is. Soms kan het wat langer duren, soms gaat het echt heel snel. Dan is het 2 keer al klaar. Sommige duurt het wat langer. Net als bij deze. Maar ze worden wel getemd. En het mooie is aan paarden die je spant. Die zijn niet altijd verschillend, maar die kunnen wel heel vaak. Die zijn heel vaak verschillend. En je kan zo in een creative mode keer zo lang als je wil doorgaan. Kijk, en nu had ze hartjes en dan heb je ook een trofietje. En dan kun je op E drukken en dan heb je hem in het scherm. Dus dan doe je gewoon een sabel erop. En dan leer je een harnas. Zo. En dan pak ik mijn rode kleurstof. Oké, daar heb ik misschien weer een nieuw ding voor nodig. Dus dan haal ik die eraf. En dan ga ik naar mijn weefgetal of iets anders. Dus ik pak hier, ik zoek hier even naar een weefgetal. Of naar een betoveringszabel. Zo. Waar is de weefgetal? Hier is de weefgetal. En een aanvel heb je denk ik niet nodig. Nou ja, ik probeer eerst eens met de weefgetal. Oké, met de weefgetal lukt niet. Met de toveringstafel misschien wel. Nee. Dan moet het waarschijnlijk voor met aanveel. Dus ik ga eens gewoon zoeken naar aanveel. En die kan weg en die kan weg en die kan erin. En deze gaat hierheen. En dan maak ik hem open. Komt niks uit. Moet het andersom? Oké. Dat weet ik niet. Dus dat is geen rode harnas. Dus die kan weg. Want ik heb ook wel andere. En deze heb je niet meer nodig. Die heb je niet meer nodig. Deze heb je nog wel nodig. Die heb je nog nodig. Nou ja, eigenlijk niet. En deze ook niet. En paardenharnas. Doe ik gewoon deze. En nog een keertje die. En dan. En wat mooi is, als het nog aan het lijden houdt, is, dan kun je niet verder. Dan word je gewoon teruggetrokken. Zo, dus je moet het sowieso eerst loslaten. En dan maak ik hem open. Nee. Oké, dit is een huisje. En jij gaat er nog niet in. Want jij bent nog niet getemd. En ik tem je dus ook. En zo zie je ook dat er een paar minder leven heeft dan de andere. En dan was dan. En op een gegeven moment kan hij dus ook gewoon verder lopen. Maar dan wordt hij dus ook nog steeds teruggetrokken. Dus dat is mooi. En deze schopt je lekker snel af. Dus kun je ook wat sneller temmen. Als je langer op zit, dat is al een teken van oké, die heeft waarschijnlijk al getemd. Je krijgt waarschijnlijk al hartjes in het scherm, of niet. Maar de kans is allemaal groter. Kijk, allemaal hartjes. En dan doe ik samen. En deze. En dan ga ik eraf, want anders kan ik niet in dat hokje. En zo. Erin, voordat de ander eruit gaat. En dan gaan we kijken hoe kan ik zijn naam geven. Oké, dus dan ga ik mijn aanveel zoeken. En 2 naamplaatjes. Naam. 1, 2. En dan heb ik maar 1 aanveel nodig. En dan zet je die gewoon hier. En dan zet je gewoon Luna bijvoorbeeld.
En hier Goku of zo. Zo. En die noem ik Luna, dus. En die is Goku. Zo. En dan zijn we langs dat je zo.